welkom bij een nieuwe video. En het is meteen een nieuwe reeks. In mijn laatste video van 2017 deed ik namelijk een oproepje met de video's die jullie graag wilden zien. Maar ik had eigenlijk ook nog een heel lijstje van een keer dat ik het eerder had gevraagd. En daarmee wilde ik een afspeellijst maken die heet On Demand. Dus aangevraagde video's. En pas geleden had ik ook de video opgenomen van mijn collectie Funko Pops. En die video heb ik ook aan de afspeellijst toegevoegd, want die was eigenlijk ook aangevraagd. En deze video dus ook echt meerdere keren, omdat ik er best wel wat van laat zien op Instagram, op Instagram Stories. Dus werd mij meerdere keren gevraagd of ik een keer een collectievideo kon doen van mijn linnen tasjes, want het zijn er echt heel veel. Ik heb zelf eigenlijk geen idee hoeveel, want ik heb niet geteld. Maar de afgelopen 2 jaar heb ik er best wel veel bij elkaar verzameld. Ik weet nu al uit mijn hoofd dat er eentje niet bij zit. Want die zit standaard in mijn tas. Die heb ik altijd bij me als soort boodschappentasje. Het is een zwarte linnen tas. En daarop staat pleurt het in mijn tassie. En dat is dus echt een Rotterdamse tas van Rotterdams Warenhuis. De tas die ik het meeste gebruik, dus ook de stevigste en de grootste tas, is deze van Celebrate Books. Ontwerp is gemaakt door Emmy. En daarop staat Just One More Chapter, Said No One Ever. En dit is gewoon echt een hele stevige tas. En hier ben ik dus gek op. Hier hoor ik ook altijd mijn boekhalboeken in naar beneden als ik ga opnemen. Dat het gewoon lekker stevig is en er goed tegen kan. Dus deze tas gebruik ik sowieso bijna elke video waar boeken in laten zien. Aangezien het een booktube is, best wel vaak. Dus deze tas. En dat is dus 1. Deze tas is ook vaak in gebruik. Er zit ook wat in. Maar dat is mijn sporttas. Deze gebruik ik dus ook regelmatig. Nou ja, de laatste tijd echt niet zo heel erg veel. Want ik ben niet meer zo veel aan de sportschool geweest. Maar goed voornemen, dat ga ik weer doen. En deze boek heb ik van Blossom Books of van Spread the Book Love. En daarop staat mijn bookshelf Brings All the Boys to the Yard. Van mijn milkshake Brings All the Boys to the Yard. Van heet ze? Kalies. Dus nou, deze tas is ook wel lekker stevig. Steviger dan de andere tassen eigenlijk. En ik vind dit heel erg fijn. Dit is ook wat, ja, wat steviger, maar ook wat zachter. En het zit wat lekkerder op je schouder, vind ik. Dit is ook een van mijn favoriete tassen. Dat is nummer 2. En pas geleden zag ik op Instagram voorbij komen en kocht ik dus deze tas. En dit lijkt eigenlijk de werkte zo gewoon frietjes te zijn. Maar het is inderdaad zo'n McDonald's ding met een hartje erin. En met allemaal potloden en pennen, kroontjespen. Daarvoor aan potloden. Voor illustratoren is het echt helemaal geweldig. Ik ben geen illustrator, maar ik ben hier gewoon heel erg vrolijk van. En om eventjes te spieken worden dat ik de naam goed zeg. Maar deze is gemaakt door Anna Lena. En zij is illustrator en designer. Ze is Nederlands. En ja, dit staat gewoon echt heel erg leuk. Dus dat is tas 3. Nee, eigenlijk loop ik verkeerd te vertellen. Want het pleurt het in mijn tassie tas. Telt ook mee. Dus dit is nummer 4. Dan heb ik een tas die ik kreeg op de YouTube Creators Day. Ik kreeg een goodie bag met een popsocker erbij. En zo'n selfie ring dingetje. En natuurlijk ook een YouTube tasje bij. De YouTube Creators Day. Woehoe. Kijk, toch? En hier is een microfoon, hartje, sterretje, muziek. En zo'n hup. Cut. Film. Action. Action. Zo'n ding. Ik weet niet eigenlijk niet hoe dat heet. Maar deze tas dus heb ik eigenlijk nog niet echt gebruikt. Maar dat wil ik wel gaan doen, want ik vind het wel echt een heel tof tasje. Dus dat is dan nummer 5. Eén die ik kreeg van Klavis, dat in een goodie pakket. Movies are good, books are better. En dan aan de achterkant het logo van Klavis. Toen ik het tasje kreeg, wist ik nog niet dat ik daarna mijn contract zou tekenen bij Klavis. Dus toen werd het tasje nog dierbaarder voor mij. Ik vind het echt nu helemaal tof, ik vond het wel tof. Nu vind ik hem extra tof. Dus ook dit tasje gebruik ik best wel regelmatig. Dat is tasje 6. Een tasje dat ooit in de Celebrate Books box zat, maar die box had ik toen niet. Omdat het een Engelse box was. En toen zag ik dat het tasje ook nog los verkocht werd. Dus heb ik hem wel echt meteen besteld. Het is geen stevig tasje, maar ik vind de tekst gewoon echt helemaal geweldig. Mijn favorite character died again. En het heeft een rood hengsel. Ik gebruik deze niet zo heel erg veel, omdat ik bang ben dat hij kapot gaat. Dus je kan hier eigenlijk niet zo heel erg veel in doen. Maar ja, ik vind de tekst gewoon echt awesome. En dat is tasje 7. En deze tas zat ook in een Celebrate Books box. Dit was de town was paper, but the memories were not. John Green, volgens mij ook ontworpen door Emmy. Dus het was van de John Green Celebrate Books box special. En het is ook echt een lekkere, stevige tas. En ik heb hem eigenlijk nog niet gebruikt, maar ik vind hem wel heel erg mooi. Ik vind de kleur heel erg mooi, want ik hou van kobaltblauw. En hij is stevig. Omdat ik zoveel linnen tasjes heb, gebruik ik eigenlijk iedere keer maar een paar gewoon die ik standaard gebruik. Andere vergeet ik een beetje. Maar ik zie iedere keer een stapel of een stapel liggen in mijn kastje. Dus dat is een beetje stom. Oké, nu heb ik de telkaart. 8? Was het tasje 8? Ik ga straks wel opnieuw tellen. Ik weet het echt niet meer. En dit tasje is ook stevig. Stevig en blauw. Ik wou zeggen stevig blauw. Ook uit Celebrate Books box. En dit is dan natuurlijk van de Sarah J. Maas boeken. Van Hof van
doorns en rozen en zo. En, nou, ik vind het wel echt een heel mooi ontwerp. Wat ik hier leuk aan vind. Nou, iedereen weet misschien wel dat ik niet de allergrootste fan ben. Want ja, voor mij is het te high fantasy. Maar het eerste boek vond ik wel heel tof. Maar ik vind het hier heel erg leuk van dat het echt voor... voor Sarah J. Maas fans is. Dus als je iemand ziet lopen hiermee, dan weet je, hey, Sarah J. Maas. Dat het niet zomaar gewoon een object is op een tas. Maar dat het echt iets betekent. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. En naast is het gewoon ook echt heel mooi abstract ding. Dus ja, volgens mij tas 9. Dan heb ik hier een mini. Kocht ik toen ik op Young Adult 010 was. En de donner stond er toen. En toen had ik zoiets van, ja, mijn boeken hebben een mini tasje nodig. Dit is met een L met een bril. Een leesbril, ik weet het niet. Kijk, hoe geweldig. Tadaa. In die mini. Ik heb hem nog nooit gebruikt, maar ja, ik moest hem wel gewoon hebben. Oh, hier zit zelfs nog een kaartje aan. Het zat ook in de Celebrate Books box, geloof ik tenminste. Read and be awesome. Ook een mini tasje. En de achterkant. Ik weet eigenlijk niet wat op de achterkant staat. I love books in a way that is beyond logic and reason. Van Young en awesome. En ik heb zelfs nog zo'n klein tasje. Die zat dus in de Celebrate Books box. Was er speciaal voor gemaakt. Dat is... dit tasje. En als je het niet kon lezen, Screw Reality, I'm going to the bookstore. En hier ben ik het helemaal mee eens. En ik kocht een keertje, iets bij Spread the Book Love. Spread the Book Love, ja toch? Ja. En nou, dat is onder andere deze tas, Proud Book Junk. En die vind ik echt prachtig. Zou ik veel meer moeten gebruiken. Ik snap hier waarom ik hem niet vaak gebruik. Want, hallo, ik ben een Proud Book Junk. Dit tasje ga ik vaak gebruiken. Volgens mij is het tasje L. Nou, nu ben ik officieel... de tel kwijt. En bij Spread the Book Love kocht ik ook deze tas. Bibliofile. En dan, zoals in het woordenboek ook staat, The Person Who Loves Books. En ik vond dat mijn boeken nog wel een etui nodig hadden om safe te houden in mijn tas. Etuis en kleine tasjes die ik nooit gebruik, maar dat wil ik echt gaan doen. Dat is ook een goed voornemen voor 2018. Dit etuietje. En er staat dus op, books are portable magic. En op een event van zakenmeisje.nl kreeg ik deze tas. Of waar kreeg ik hem? Of ik verkocht hem, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, Girl Power is ook te bestellen in de webshop van zakenmeisje.nl. Ik weet het niet meer of ik hem gekocht of gekregen heb. En we zijn er bijna. Een van deze twee tassen kreeg ik en een van deze twee tassen kocht ik. Dit was ook van zakenmeisje.nl. En daar zat ook Wake Up, Kick Ass, Repeat. En dan onder zakenmeisje.nl staat er dan ook echt. Volgens mij is dat de tas die we kregen als goodie bag, als de andere tas eentje die ik kocht. Ik weet het niet meer. En dan de allerlaatste tas, maar wel één van mijn favorieten. En die heb ik van Joyce gekregen. En dit is natuurlijk het tasje van de Writers Community. En wie echt de vrolijke smiley. En hier dus www.writerscommunity.nl. En dat is wel een van mijn favorieten. Die gebruik ik ook wel heel erg veel. En zeker als ik naar een meeting ga die met de Writers Community te maken heeft. Dus ik probeer wel een beetje uit te kiezen welke tasjes ik meeneem, wanneer. En dan nog een pleurtje in mijn tasje. Maar die zit standaard in mijn tas. Zie. En ik ga hem tellen. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, zelfs dit kan zwaar worden. 15, 16, 17, 18 tassen. 18 tassen. 18 linnen tassen. Boom! Zoveel tassen heb ik dus. Ja, dus je kan wel zeggen dat ik gek ben op linnen tassen. En ik denk niet dat het hiermee ophoudt, want... ik hou van mijn tassen. Zoals ik al verteld heb, ik gebruik er eigenlijk heel weinig. Dus ik weet niet waarom ik ze allemaal heb, maar ik vind ze allemaal heel erg leuk. Ik vind echt dat jullie mij misschien hier aan gaan houden, als jullie me zien. En zien we met weer hetzelfde standaard tasje, dat ik wel iets meer deze tassen moet gaan gebruiken. Moet het wel iets minder gaan regenen, want als het regent, dan vind ik gewoon zonde. Ik wil wat meer gaan roleren in mijn tassen. En ik denk dat ik mijn sportspullen nou in de Proud Book Junk tas ga doen. Dan ga ik die ook wel eens meer gebruiken. En ik ga ze niet meer wegstoppen in een laadje. Want of een kastje, dat is gewoon zonde. En een laadje past niet meer in een kastje. Dat is zonde, want ja, ik gooi ze die keer er bovenop en dan kijk ik er daarna niet meer naar. Sorry, ik sla iets op de bank. Dus dit is mijn collectie. Heb je zelf nog een leuk idee voor een video, voor een abonnement, afspeellijst video? Laat het dan hieronder ook in de reactie weten. En vond je deze video leuk? Geef dan 2 duimpjes omhoog. Wil je meer zien? Klik dan op een van deze video's. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Druk dan op deze knop en bij 1300 abonnees geef ik weer een boekenpakket weg. En ik zie je weer bij de volgende. Doei!